We gaan het weer hebben over energiezaken. Duurzaam opwekken van energie is natuurlijk allemaal erg leuk, maar het gaat maar om één ding in deze wereld en dat is geld. En daar ga ik toevallig over. Zoals ik vanmorgen ook al eventjes liet zien, we kennen twee vormen van salderen. De directe saldering en de indirecte saldering. Vanmorgen heb ik het vooral gehad over de directe saldering. En nu ga ik het hebben over de indirecte saldering en dat is de zogenaamde en inmiddels beruchte postcode-roos. Ik laat u eventjes zien hoe de variabele kosten in een afrekening van de energieleverancier meegaan als u gewoon enkel elektriciteit afneemt van de leverancier. Dit is mijn situatie. Ik verbruik maar liefst 6000 kilowatt per jaar. Ik betaal daar aan de leverancier wat voor mijn elektriciteit. Ik betaal energiebelasting, ik betaal opslag duurzame energie. Ik krijg gelukkig ook nog iets heffingskorting van de overheid weer terug. Die brengt ook nog eens eventjes 21% omzetbelasting in rekening. En aan het eind van de rit betaal ik over die 6000 kilowatt aan variabele kosten €952,71. Nou hoorde ik toevallig dat er bij mij in de buurt een postcode-roos komt. En ik heb me daar wat in verdiept. En ik heb besloten om een aandeel te nemen van 2000 kilowatt in die coöperatie. Op dat moment neem ik af en ik wek zelf indirect op via die coöperatieve vereniging. Mijn verbruik op jaarbasis thuis blijft natuurlijk, zoals die was, 6000 kilowatt, want ik ben het niet van plan om het iets zuiniger aan te doen. Maar ik heb een aandeel genomen in de opwek en de leverancier houdt op dit moment rekening met 7,5 cent korting die je krijgt op het tarief wat je normalerwijs betaalt aan energiebelasting. En de coöperatie verstrekt daarvoor ieder jaar aan mij in persoon een verklaring van dit is uw aandeel in de opwek. Dat zal ongeveer 2000 kilowatt zijn over het eerste jaar, wordt er ingeschat. En ik verstrek dat aan de leverancier, die verklaring, en die gaat daar rekening mee houden. Tenminste, daar hoop ik dat hij dat gaat doen. Want ze weten nog niet precies hoe ze het gingen doen. Maar ja, dan krijgen we die berekening. Nadat dit gebeurd is, die 6000 kilowatt neem ik af, daar betaal ik weer wat geld over. 4000 kilowatt betaal ik de normale energiebelasting. Die 2000 kilowatt, daar krijg ik die korting van 7,5 cent op. De opslag duurzame energie blijft gewoon gelijk voor het totale verbruik. Ik krijg nog steeds die heffingskorting. De omzetbelasting gaat eroverheen en ik betaal in plaats van die €952,71 €771,07. Dus ik heb weer wat bespaard. Die postcode-roosregeling, daar zitten wel wat voorwaarden aan. Die is bedacht voor vereniging van eigenaren en voor coöperaties. Zoals ik al zei, 7,5 cent korting. En die kan alleen maar verkregen, die korting, door deelnemers aan binnen de coöperatie of de VVE, die binnen een aangrenzend postcodegebied wonen waar de installatie is gelegen of in hetzelfde postcodegebied. Dat mag alleen maar voor kleinverbruikersaansluitingen. Dus als u hier in de zaal zit en u denkt, ik heb een timmerfabriek en daar ga ik ook mooi aan meedoen. Als het een grootverbruikersaansluiting is, daarop kunt u niet salderen. En als ondernemer mag je maximaal 20% van de aandelen, laat ik het maar zo noemen, in de coöperatie hebben. Er mag, dat is een beperking vanuit Brussel, of tenminste daar zijn wij bang voor als Nederlandse overheid, dat Brussel roept als je een groter aandeel goedkeurt dat dat ongeoorloofde staatssteun zou kunnen zijn. En dan moet je vooraf toestemming van Brussel hebben. En zolang die er nog niet is, houden we het op die 20%. Je mag geen rijkssubsidie of andere tegemoetkomingen krijgen of hebben gehad voor de installatie als coöperatie. Juridisch en economisch eigendom moet je hebben.
En je levert de opgewekte elektra rechtstreeks terug op het net. En dat mag door tussenkomst van een travo van een andere partij. Maar daar wordt ergens iets verteld door iemand van Liander in een andere sessie. Dus kijk na de tijd gewoon in de goodiebag op de site. En daar vind je de presentatie terug van hen. En daar zullen zij alles precies uitleggen daarover. Even die postcode, Roos. Een plaatje maakt veel duidelijk. Het donkerrode stukje, dat is het gebied waar zich de installatie bevindt. En alles wat grenst aan dat gebied mag meedoen met de postcode, Roos. Ook al is het maar met een heel klein puntje. De firma Geodan heeft daarvoor een postcode Roos kaart ontwikkeld. Daar kun je inzoomen bijna op straatniveau en dan kun je precies zien of dat postcodegebied grenst aan jouw gebied waar de installatie ligt of niet. Uiteindelijk zal de Belastingdienst daar een verklaring over verstrekken. Als VVE of coöperatie denk je van nou dat is een mooie regeling, we hebben een stukje grond of we hebben een dak vrij, we willen wat doen en wij willen wel zoiets beginnen. Dan begin je met het downloaden van een formulier van de site van de Belastingdienst. En dat is de aanvraag verlaagd tarief. En daar moet je een aantal zaken op invullen, alvorens je dat op kunt sturen naar de Belastingdienst. En wat willen wij daar weten? Wij willen natuurlijk de gegevens van de VVE of de coöperatie hebben. De gegevens van de productieinstallatie. Voor beide geldt. Je moet eerst als coöperatie zijn opgericht, anders krijg je geen fiscaal nummer en kun je niet inschrijven in de Kamer van Koophandel. Dus die coöperatie moet er al zijn. Voor de productieinstallatie moet je opgeven wat de EAN-code is. Dus die EAN-code moet al wel bekend zijn. We krijgen heel veel van dit soort formulieren binnen, of heel veel, maar we krijgen een aantal van die formulieren binnen. Daar staat op, dat weten wij nog niet. Dat is heel fijn, want dan kunnen wij meteen afwijzen. Want de EAN-code bepaalt het gebied waar de installatie is gelegen. Daar waar de EAN-code of de aansluiting op het net zit, dat is het gebied waarin je zit. En dan kunnen we ook bepalen wat er rondomheen zit. Er wordt ook nog een vraag gesteld van, heb je al eens een tegemoetkoming gehad van rechtswegen? Nou, dat zijn ook hele fijne, want die kunnen ook meteen weer terug. Je moet eventjes opgeven wat je doet, want het geldt niet alleen voor zonne-energie, maar ook voor wind en dergelijke. Voor eigenlijk een heleboel duurzame methodes van het opwekken van energie. Je moet eventjes aangeven of je een VVE bent of een coöperatie. Er worden wat vragen gesteld of je wel juridisch en economisch eigenaar bent. Er wordt iets gevraagd over het aantal ondernemers en het percentage van die deelname van die ondernemers. En dan komt er weer eentje, de ingangsdatum van de aanwijzing. Als u alles ongeveer geregeld hebt, alleen u zegt, ja, ik wil hem nog niet in laten gaan op 20 november, maar pas op 1 januari. Hè, want er staat tenslotte een nieuw belastingplan aan te komen en daar kan ik misschien net iets meer voordeel uithalen. Dan kunt u zeggen, ik wil hem pas in laten gaan op 1 januari. Waarom is dat van belang? Op 1 januari begint de termijn te lopen van 15 jaar zekerheid van de toezegging van de korting. Dit jaar is die dus 7,5 cent. Als u na 1 januari bent en het belastingplan is aangenomen, dan zou het 9 cent kunnen zijn of misschien nog wel meer. Dus dat is wel van belang. Dan hebben u alles voorbereid en kunt u ook meteen op 1 januari zeggen, de stekker gaat erin en we gaan leveren. En het laatste willen we een ondertekening van de mensen die het bestuur vormen van de coöperatie of van de VVE. Dan zeg je, ja, een heleboel dingen weten we al. We weten nog niet alles, maar we willen toch al wel een beetje de richting weten. Dan kun je een oriënterend gesprek aanvragen bij de Belastingdienst. Dat noemen wij een vooroverleg over de aanwijzing. Nou komen er mensen bij ons die de meest banale vragen stellen. Ik wil niet zeggen dat er slechte vragen zijn, maar er zijn wel heel veel vragen waarvan ik zeg van, als je nou bijvoorbeeld naar de hier opgewekt site gaat, daar staat alles eigenlijk al op
waar je in het begin tegenaan loopt. En daarnaast zijn er werkplaatsen van natuur en milieu, van hier opgewekt en dergelijke, in het land, waar mensen zitten met ervaring en dergelijke, die de eerste paar zaken die je moet weten, heel snel voor je weten af te handelen. En het bespaart mij tijd, het bespaart mijn collega's tijd. Maar wat nog belangrijker is, het bespaart u een tijd, omdat u geen afwijzing krijgt van ons, maar een aanwijzing. En daar was het allemaal onbegonnen bij de postcode-roos. Er zijn wel wat btw-perikelen. Als je een goed produceert, word je ondernemer voor de omzetbelasting en het opwekken van de energie valt daaronder. In de ochtendsessie heb ik dit ook al eventjes verteld. Je hebt vooraftrek van de investering die je doet. Je moet afdragen bij de levering op het net. Alleen er zit één verschil bij. De persoon, de kleine zelfstandige, de particulier die achter het net opwekt, die kan opteren voor de kleine ondernemersregeling. Want dat is een natuurlijk persoon. Een coöperatie is een rechtspersoon en die kunnen niet opteren voor de kleine ondernemersregeling. Dus die blijven gedurende de hele looptijd van de coöperatie belastingplichtig voor de omzetbelasting. Er zijn een aantal regels aan die omzetbelastingregeling gekoppeld. En die moet u regelen met de competente inspecteur in het land, in de regio waar u zit. Energiebelasting, als u met ons overleg wil over de energiebelasting, komt u in Arnhem terecht voor heel Nederland. Voor de omzetbelasting in de regio waar uw coöperatie is gevestigd. Hans, de postcode-roosregeling vanuit een perspectief van een netbeheerder. Ja. Hebben jullie daar iets mee? Absoluut. Wij vinden het een goede regeling. Een belangrijke reden is bijvoorbeeld, wij zeggen altijd, probeer nou opwek en verbruik dicht bij elkaar te hebben. Vanochtend hebben we het al even over gehad, ook liefst tegelijkertijd, niet overdag opwekken en 's avonds gebruiken. Maar ook dicht bij elkaar, want dan hoef je minder stroom heen en weer te transporteren over het net. Postcode-roosregeling stimuleert dat eigenlijk. Het werkt vooral goed in bebouwd gebied waar veel mensen wonen die kunnen mee investeren. Dus je hebt opwek en verbruik dicht bij elkaar. Je kan de bestaande kabels gebruiken, dus dat is op zich hartstikke goed. Dus wij vinden het een goede regeling, absoluut. Ja. Heel goed. Als we kijken naar de fysieke omgeving waar we zo'n project willen realiseren, wat betekent dat voor het dak of de grond of de plaats waar we dit maken? Ja, sowieso, het project kan natuurlijk overal gestart worden en wij gaan ook iedereen aansluiten die dat wil. Maar een postcode roos op het platteland is gewoon lastiger dan in de stad. Dus wij hopen dat we eigenlijk vooral in de stad komen, in ieder geval daar waar ook veel verbruik is. Een postcode roos project kan klein zijn, kan groot zijn. Je hebt niet zoals bij de SD een beperking dat het alleen voor grote verbruikers is. Dus als je tot 200 panelen ergens kwijt wil, dan kan je een nieuwe aansluiting krijgen voor je postcode roos. En dan kan je de stroom daar leveren aan je leverancier. En die verrekent dan de belasting met de Belastingdienst. Dus een klein verbruik aansluiting, dat is dan een terugleveraansluiting, zoals wij dat noemen. In Nederland is het zo dat iedereen die stroom transporteert, betaalt ook transportkosten aan de netbeheerders. Dat is alleen voor afnemende partijen en niet voor leverende partijen. De grote centrales betalen geen transportkosten. En dat geldt dus ook voor een partij die een zonneinstallatie ergens neerlegt. Dus het tarief, het maandtarief, het terugkerende tarief voor een terugleveraansluiting kleinverbruik is een stuk kleiner dan voor een gewone kleinverbruikaansluiting. Als je nou meer dan een paar honderd panelen neerlegt, dus honderden of misschien wel duizenden. Ja, dan wat gebeurt er dan met de aansluiting? Dan hoor Jan net zeggen, het is alleen voor kleine aansluitingen. Dan heb je dus grote piekvermogens en dan heb je gewoon dikkere kabels nodig. Nou, hebben we eigenlijk twee soorten aansluiting. Ja. Eén is dat je een eigen kabel krijgt naar een middenspanningsruimte. Zo'n transformatorhokje, wat we vanochtend ook een plaatje van zagen. Een eigen kabel. En nog een grotere aansluiting, dan moet je naar ons middenspanningsnet, 10.000 volt net of 20.000 volt net, dan moet je zelf een transformator neerzetten. Nou, dat zijn hele dure grappen. Die kabels zijn orde, lang. Orde van grootte? Tienduizenden tot honderdduizenden euro's. Kijk, dus dat, zet dat maar in je business case.
We hebben eigenlijk van meet af aangezet. De discussie met de regeling van ons was, in het begin was een eigen aansluiting. Wat houdt dat nou in? Een eigen verbinding met het net en zelf leveren aan het net. Dus wij hadden zoiets van, het is toch eigenlijk zonde dat als er ergens al een aansluiting is, hè, bijvoorbeeld vanochtend hadden we de Praxis of een groot bedrijf, die heeft een eigen trafo, die levert op het middenspanningsnet. En wat ga je dan doen als je zegt, mag ik jouw dak gebruiken? Ja, dan moet er een trafo naast met een eigen aansluiting. Alleen en dan, vanwege administratieve redenen. Omdat er een aparte aansluiting vereist is. Dus we hebben gezocht, van kan je nou die transformator niet boelen? Hè, en dat is wat we de LDE-aansluiting hebben genoemd. Kunnen we nou achter die transformator gewoon een splitsingje maken? 1 meter voor het zonnecollectief, 1 meter voor het bedrijf waar je het dak van mag gebruiken. Dat was wel even gedoe, want als met, er iets in Nederland, met de toezichthouder bijvoorbeeld, hè, want we hebben in Nederland, wij zijn een gereguleerd bedrijf, er zit een toezichthouder bij ze boven de ACM. De Belastingdienst had bepaalde ideeën over hoe dat zou moeten. Er zitten allerlei veiligheidsaspecten aan. Hè. Als je achter een trafo gaat zitten knutselen, dat is allemaal dicht geregeld en dicht gecertificeerd. Dus dat is een heel proces om dat aan te passen. En ik hoorde vanochtend ook wel even de frustratie van die netbeheerder. Is soms zo langzaam, dat klopt. Maar we zijn ook super degelijk en dat kost gewoon tijd. Dus, je zou niet willen dat jullie een succespercentage van 95% hebben. Dat, en zeker niet dat iemand zelf wat gaat zitten solderen en vervolgens dood in de middenspanningsruimte wordt aangetroffen. Precies, dus, daar zijn we het snel over eens. Ja. Maar wat betekent dit nou als ik op het punt sta om met mijn collectief, ik moet een keuze maken. Wat zijn de consequenties van deze virtuele aansluitingen met in feite over? Ja, de consequenties zijn eigenlijk dat je een partij moet vinden. Kijk, je kan natuurlijk altijd zelf een aansluiting aanvragen. Hè? Ik bedoel, dan kan je zelf een trafo neerzetten, hokje bouwen enzovoort. Maar een duur grap. De kunst is om partijen te vinden die al een grootverbruikaansluiting hebben. Met hun een deal te maken van vind je het goed dat ik niet alleen jouw dak gebruik, maar ook jouw aansluiting. En dan komt er een specifieke overeenkomst, partij die geeft jou eigenlijk recht van overpad over zijn aansluiting. De rekening gaat ook naar die partij. Met wie regel ik dat? Regelen we dat onderling of bemiddelen jullie daarin? Of hoe werkt dat? Je moet allereerst met de dak-eigenaar overeenkomst. Okay, maar wij zijn eruit. Dus je moet recht van opstal, je moet van alles met hem regelen. Hij wil misschien wel dakhuur hebben, misschien niet. Dat moet je allemaal regelen. Maar ik zal heel snel ook met ons contact opnemen. Want dan kunnen wij voorrekenen wat het kost en wijzen op toch wel even ingewikkelde dingetje wat je met die dakeigenaar of die grondeigenaar moet regelen. Dat kan op onze website www.liander.nl/samen en daar vind je alle informatie samen. Ja. En daar zie je ook hoe je zo'n aansluiting kan aanvragen. Betaal je ongeveer de helft van wat een normale aansluiting kost. Je hebt geen transportkosten. Je betaalt een kleine jaarlijkse bijdrage voor het onderhouden van die aansluiting. Je krijgt een eigen EAN-code. Dat is belangrijk. EAN-code van de dakeigenaar en EAN-code van het collectief. Ja. Ja. Dus jouw belangrijkste tip of wat je hier aan ons overdraagt is die virtuele aansluiting. Ga op zoek naar een partner. En kijk of je bij een bestaande aansluiting kan teamen. Je ziet ergens een prachtig dak en je denkt, daar kunnen 2000 panelen op. En het is wel een groot verbruikaansluiting, maar hij heeft bijvoorbeeld geen eigen trafo. Ja, dan moet die klant gaan uitbreiden. Dan moet die zwaardere aansluiting nemen. We hebben al gemerkt dat soms wel pijn doet. Want dan dwing je die dakeigenaar eigenlijk tot een investering in of een trafo of een zwaardere trafo. Het is wel prettig als je kostefficiënt wil zijn om de vermogen te matchen op wat er al is. Helemaal goed. Nou, tot zover zou ik even zeggen, Hans. Jij staat hier zometeen weer terug aan de tafel en dan kunnen we alle vragen uit de zaal voor jou beantwoorden. Ik wil nog één dingetje zeggen. Waarom doen wij dit? Het is niet alleen kosten besparen, het is ook materiaal besparen. Dus als je over duurzaamheid hebt, 2 trafo's, 2 keer kabels, straten open. Ja. Dat is een hele goede oplossing. Dankjewel. Applaus. Hans Snijder. Daar liggen ze. Sinds begin deze maand 400 zonnepanelen op het gemeentehuis van de gemeente Voorst in Twello. Postcode-roosregeling, 400 panelen, 54 huishoudens die meedoen. Hebben allemaal certificaten gekocht. Hè. Dus de 400 panelen zijn 400 certificaten.
Eén certificaat kost €260 en in 10 jaar verdienen mensen die meedoen €410 terug. Dat is eigenlijk een prachtige business case en een heel succesvol project, maar het heeft wel voeten in aarde gehad. We waren heel blij. Ik zit bij Energierijk Forst, ik ben een van de initiatiefnemers ook. We zijn daar bezig met energie besparen, maar ook energie opwekken. En toen 2 jaar geleden de postcoderegeling werd afgekondigd, waren we heel erg blij. Want dan konden we eindelijk ook met collectieve projecten aan de slag gaan, waar mensen die om wat voor manier dan ook geen ruimte hadden op hun eigen dak, of dat niet konden, konden meedoen in een collectief. Dus postcoderegeling top. En we gingen rekenen, we zaten al in onze handen te wrijven, maar we waren wat dat betreft wel eens heel snel uitgerekend. Want met de postcode-roosregeling zeg maar, krijg je het gewoon niet rond. Dan is het niet haalbaar om een project uit te voeren. We hebben wel de mazzel dat we in de provincie Gelderland wonen. Want de provincie Gelderland heeft een participatiesubsidie. En dat betekent eigenlijk dat als je een collectief project doet waar minimaal 50 mensen aan meedoen, dan is de provincie Gelderland bereid om 25% van de investering te betalen. Nou, dan gaat er al een behoorlijke kop er vanaf. Dus die gingen we doorrekenen en er bleek dat die ja, net aan wel, net aan niet uit kon. Maar onder de streep zit je ongeveer op nul. Ja, en onze inschatting was van ja, daar krijg je mensen niet warm voor. Want het werd net ook al gezegd, en mensen zijn geïnteresseerd in duurzaamheid, maar het moet wel in combinatie gaan met een gezond rendement ook op je investering. Ja, en toen, we dachten dat we onze mogelijkheden hadden gehad. Het lukt niet, moeten we het project dan afzeggen? Nou ja, zo zitten we niet in elkaar. Dus we zijn dus goed na gaan denken van ja, maar waar zit nou de ruimte? Wat kunnen we slimmer doen om het toch voor elkaar te krijgen? En er waren 2 dingen die ons opvielen. De eerste was een offerte van Liander voor de aansluiting, €23.000. En dat is 15% van de totale investering. Nou, dat moet toch slimmer kunnen. En een tweede wat we dachten van ja, maar aan het eind van de periode liggen die zonnepanelen nog op het dak en die hebben een restwaarde. En kunnen we niet iets slims doen met die restwaarde? Alliander die gaf aan dat ze ook bezig waren eigenlijk met die LDE-aansluiting. En we zijn heel blij dat wij ook mee mochten doen aan de pilot daarvoor. Want in plaats van €23.000 hoefden we maar €3.700 nu te betalen voor de LDE-aansluiting. Ja, en die telt lekker door in je business case. En dat betekent eigenlijk per certificaat dat mensen bijna €60 minder hoeven te betalen. Nou, de tweede waar we naar gekeken hebben is van ja, wat doe je nou met die restwaarde van de panelen? En daarmee zijn we de onderhandelingen aangegaan met de gemeente Forst. Die willen eigenlijk heel graag ook zonnepanelen voor eigen gebruik, maar omdat ze bijna geen energiebelasting betalen, kan dat niet uit. Nou, de afspraak die we met ze gemaakt hebben is dat na 10 jaar dat zij de installatie overkopen voor een kwart van de prijs. En door die dingen op elkaar te stapelen is het gelukt om een mooi project te maken. Alle panelen die zijn in certificaten verkocht. En de mensen maken gewoon een rendement van 5-6% op hun investering. Dus dat is supermooi. En wij dachten, nou, de mensen zullen ook in de rij gaan staan om hieraan deel te nemen. In het begin ging dat wat mondjesmaat, maar dat is heel erg hard gegaan. De panelen liggen er nu ook en we hebben echt een zware overtekening. Dus we wrijven opnieuw in onze handen, want we kijken samen met de gemeente naar een hoop andere daken waar we eigenlijk dit model willen gaan kopiëren. En nou, op deze manier is het gewoon heel erg haalbaar. Helemaal goed, dankjewel.